Nederland gaat geen IS-strijders terughalen uit Syrië en Irak. Het is namelijk een doelbewuste strategie van IS om vrouwen neer te zetten als zielige slachtoffers. In de hoop dat wij hen terughalen naar Nederland, zodat ze hun IS-praktijken hier voort kunnen zetten. Die vrouwen zijn geen slachtoffers, maar ze zijn terroristen die mee hebben gewerkt aan volkerenmoord in Syrië en in Irak. Maar wat moeten we dan wel doen? Wij willen dat Nederland meewerkt aan een internationaal tribunaal waar deze IS-strijders berecht worden. Dat kan in Syrië. Sterker nog, de Syrian Democratic Forces, die deze strijders gevangen houden, vragen ons om hen te helpen bij het opzetten van zo'n tribunaal. En dat kunnen we niet alleen. Maar gelukkig willen steeds meer landen meewerken aan het opzetten van zo'n tribunaal. Wilt u meer weten over onze aanpak? Kijk dan op de onderstaande link.